Dit voelt onwijs raar, want ik heb een spontane beslissing genomen om dit jaar Vlogmas te gaan doen. Alleen wel met een andere insteek. Ver in het verleden, laten we zeggen 2014, kwam ik met het idee om in december dagelijks te gaan vloggen. Dit heb ik 5 jaar lang volgehouden. Alleen op een gegeven moment dacht ik, ja, dit past gewoon niet meer bij mijn levensstijl. Het lukte me gewoon niet meer om zo consistent te blijven. Maar de afgelopen jaren heb ik wel gemerkt dat ik het wel miste. Want ik vind het zo leuk om oude vlogs terug te kijken. Dus vandaar dat ik weer heb besloten om Vlogmas te gaan doen. Alleen dit keer wel in een ander soort jasje. In plaats van dat ik elke dag ga vloggen en direct de dag daarna het ook online zal zetten, ga ik nu meerdere dagen combineren en dat bundelen in één vlog. Tenzij het anders loopt, maar ik ga nu niet bij mezelf afspreken dat ik een video ga filmen en vervolgens het gelijk online ga zetten. Want dat is niet meer haalbaar in mijn huidige levensstijl. Want vroeger, toen ik net mijn Vlogmas begon, ging ik naar school, woonde ik nog thuis, had ik niet zoveel verplichtingen. En nu heb ik iets meer verplichtingen, dus ik moet een beetje ruimte gaan vinden wanneer ik ga vloggen. Dus hierbij welkom bij Vlogmas 2023. Ik speel wel een klein beetje vals, want ik begin niet op 1 december, maar het is vandaag 27 november. Het is prima om mijn eigen regels te maken, want ik had gewoon even de behoefte om erin te komen. Want het is alweer zo lang geleden dat ik echt heb gevlogd. En dagelijks tegen de camera heb gepraat. Dus bear with me. Maar de decembermaand of gewoon het najaar. Het feestelijke seizoen is mijn favoriete tijd van het jaar. Ik word gewoon zo vrolijk van alle activiteiten. Alles wat er speelt. Dus vandaar dat ik ook een groot fan ben van Vlogmas. En over het inkomen gesproken. Op dit moment wanneer ik dit nu film is het 's avonds. Maar ik heb vanochtend een klein beetje gefilmd. Ik moest vandaag werken. Ik ging samen met mijn vriend samen naar werk. Want we werken bij hetzelfde bedrijf. Milo en Zond was ook mee. En dat was eigenlijk mijn hoogtepunt van de dag. En dat ik deze vlog ging starten. En voor de rest zijn mijn dagen niet zo bijzonder. Ik werk. Elke dag. Maar ik ga nu wel iets leuks doen waar ik al heel lang naar uitkeek. Ik ga namelijk een aantal kerstkaarten schrijven. Lekker ouderwets, maar ik vind het zo leuk om jaarlijks lekker traditioneel kerstkaarten te schrijven. En te sturen naar familie, vrienden. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb inmiddels een lamme hand gekregen van het schrijven. Ik weet niet hoeveel kaarten ik heb geschreven, maar een stuk of 10, 12, 15, I don't know. Ze gaan op de post. Ik ben extreem vroeg, maar ik moet zeggen dat ik ieder jaar extreem vroeg ben. Liever te vroeg dan te laat, denk ik dan. En ik vind het gewoon leuk. Het gaat meer om het gebaar dat jij aan iemand denkt. Soms stuur ik ook wel digitale kaarten, maar zoiets fysieks. Ik weet niet, het heeft gewoon wat. En ik word er gewoon blij van. Ook als ik zelf kaartjes ontvang, denk ik, ja, dat iemand de moeite heeft gedaan om iets te schrijven. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus dit gaat morgen op de post. Oh, is lief. Lig ik lekker op bed te editen. Kom, mijn kind. Slaapkopie. Ik vind het altijd zo cute wanneer Milo bij me komt liggen. Het is nu 9 uur en nu heeft Milo zijn laatste uitlaatronde. Rits is nu met hem buiten. Hij heeft vaak de avondshift en ik heb de ochtendshift. Maar nu is hij best wel slaperig en moe. En dan is hij heel erg rustig. En 9 van de 10 keer is hij heel erg druk. Dat is typisch puppygedrag. Maar op zulke momenten wanneer hij rustig is,
geniet ik er extra veel van. Want ik vind het zo schattig wanneer hij gewoon me aankijkt. Met zijn schattige puppy ogen. Ik weet niet. Het maakt me gewoon heel erg blij. Momenten zoals dit geniet ik er extra van. En Milo heeft ook trek. En dit is ons diner. Sinds dat we Milo hebben, moeten we echt dagelijks stofzuigen, want hij verhaart zo erg. Ik zeg ook wel eens dat het corgi glitter is, want ja, ik wist dat dit eraan zat te komen, maar ik vind het wel extreem. Ik ben ook een beetje aan het overwegen om misschien een robotstofzuiger aan te schaffen voor het gemak. Maar ik weet ook niet hoe Milo daarop reageert. Nu is Milo toevallig buiten. En heeft hij geen last van de stofzuiger, maar we proberen hem wel steeds aan de stofzuiger te laten wennen. Het is een struggle. Ja, en ik merk ook op dit moment dat ik een beetje heel erg moe ben. Ik had een intensieve werkdag. Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben marketing manager van een restaurant. Of nou ja, hotel en restaurant. Sinds nu bijna 2 maanden. Ik vind het heel leuk, alleen het vereist heel veel energie. Er gebeurt zoveel. Dus wanneer ik thuis kom, ben ik ook echt kapot. En dan heb ik natuurlijk ook nog Milo, die nu binnenkomt. Lekker naar buiten geweest? Ja, lekker. Is lekker? Geen lekker slaappoep. Soms vind ik het gewoon lekker om op de grond te zitten, maar wat vliegt de dag voorbij. Vandaag moest ik weer werken, alleen ik had een halve dag. Dus dat scheelt, maar zelf dan gaat de tijd zo snel voorbij. In de middag moest Milo naar de groomer, want we wilden hem ergens anders laten wassen. Want we hebben het thuis nog geprobeerd. Maar het is echt een uitdaging. Ik weet dat het echt een kwestie van herhalen is, opnieuw kennis laten maken met onder andere water, douche, shampoo, de föhn. Ze zeiden bij de salon ook dat hij best wel hysterisch was. Zo'n vermoeden hadden we ook, dus we hebben huiswerk meegekregen dat we de aankomende periode hem heel erg moeten laten wennen aan al die bezigheden. Maar hij is in ieder geval weer schoon en fris en ruikt weer lekker. En omdat we eventjes niet op Milo moesten letten, hadden we even besloten om een date middag te hebben. Want we merken dat we sinds dat we Milo hebben, weinig quality time hebben met elkaar. Ja, wel thuis, maar niet echt buiten de deur. Want voorheen gingen we best wel vaak uit lunchen, uit eten, koffietjes doen. En dat kan nu veel minder. Af en toe kan Milo wel mee naar bepaalde tentjes, maar dat is niet altijd het geval. Dus we gingen even naar Soju Bar, want daar was Rits nog niet geweest. Ik ben daar echt al meerdere keren met vriendinnen geweest. We zijn daar weer eens lunchen en het was zo lekker. Het is echt een van mijn favoriete Koreaanse tentjes, maar ook tentjes in het algemeen hier in Amsterdam. En toen waren we nog eventjes wezen wandelen. Zijn we nog even langs de HEMA geweest. Niet dat ik per se iets nodig had, maar ik had gewoon even zin om rond te kijken. En er waren best wel wat aardig leuke kerstitems. En waar ik ook altijd blij van word, zijn kaarten. Ik heb natuurlijk al eerder
wat kerstkaarten geschreven. Maar ik vind het ook gewoon leuk om normaal kaartjes te geven. Dus bij een cadeautje. Of als iemand jarig is. Of gewoon zomaar. Dus waar ik ook ben, kijk ik altijd wat voor kaartjes hebben. En soms koop ik al direct wat. Gewoon als voorraad. Mocht het ooit van pas komen. En daarna zijn we nog eventjes langs de Starbucks gegaan. Om warme chocolademelk te halen. Of nou ja, Brits had warme chocolademelk. Ik had een white mocha. Want dat is echt mijn go-to Starbucks drankje op dit moment. Ik ga er niet meer zo vaak heen als voorheen. Maar ik blijf een loyale klant al jaren. Dus het is en blijft een van mijn favoriete go-to plekjes, om zo te zeggen. En toen gingen we naar huis. En nu zijn we weer thuis. Het is einde middag, begin avond. Het wordt weer tijd voor avondeten. Alleen we kunnen niet normaal koken. Want meneer hangt in mijn been. Ik probeer hem te negeren. Misschien denkt hij van... Ja, zo. Maar wat zijn we aan het maken? Flatbread pizza. Flatbread pizza. Dit is de eerste keer dat we het op deze manier maken. Het was een picknick receptgerecht. Maar ziet er in ieder geval goed uit. Heb je er zin in? Zeker. Ben meneer. En ook niet. Milo. Milo. Milo, hier. Nee. Dit is niet de bedoeling. Het wordt tijd om een eind te maken aan de eerste vlogmas van dit jaar. Het was voor mij best wel te doen om verschillende dagen te combineren. Ik moet zeggen dat ik er wel echt zin in heb om de aankomende maand van alles vast te leggen. Ik ben excited. Dus mocht je toevallig suggesties hebben wat je in een vlogmas video wilt zien, laat het dan vooral weten. Wie weet komt het terug in een van mijn vlogs. En Milo gaat zo ook naar bed. Oh, hallo. Ik dacht ik ga nog even naar Milo toe, maar Rits ligt met Milo op de grond. Doen meerdere hondenouders dit? Of zijn wij raar? Milo! Je ruikt zo'n lekker poepje. Zeg je bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei. Hallo? Zeg dan doei doei.